Come educas, o bem broco. Come educas, misva tranga. Come educas, misva heavy. Come educas, lola mulolo. Come educas, mama come come. Come educas, taxi come educas. Come educas, nuku come educas. Come educas, misva tranga. Come educas, misva lolo. Come educas, misva heavy. Come educas, lola mulolo. Come educas, seka musiki. Come educas, come come. Come educas, misva ipadu. Come educas, misva ilanga. Come educas, misva ishatu. Come educas, o bem broco. Come educas. En bent u verrast wat er die avond uit de kast is gekomen? Oh nee, dat was duidelijk patroon. Dat is ook gênant, dat is ook af te keuren, dat is ook schaamteloos. Omdat we in ons leven moeten proberen om consequent te zijn. Kijk, het zijn keuzes van mensen. En die keuzes respecteer ik. Mm. We zijn in een vrij land, we moeten het respecteren. Maar ik vind het jammer van de heer Boutersen dat hij bezig is mensen te compromitteren. Als partij, als voorzitter van een partij, dat je compromitteert en dat je mensen monddood maakt. En dat je daarmee nog te koop loopt alsof je iets geweldigs hebt gedaan. Ik zou me schamen daarover. Ik zou juist mijn waarden en normen heel hoog in mijn banier houden. Want ja, ik heb wat dat betreft, maar ja, ik ben anders opgevoed. Ik ben met waarden en normen opgevoed. Die zijn me met de paplepel ingegoten. Maar verliest de VHP een juweel? Oh, ik weet het niet. Dat gaat de toekomst uitmaken. Ja, misschien is het inderdaad een juweel. Alleen schittert het niet. Misschien moet het nog schoongemaakt worden. De e-mail van Krishna Mathura is geplaatst op YouTube om te laten zien wat voor gemeen mens zij is. Toen Sharmila het lidmaatschap van de VHP had opgezegd, was Sharmila volgens Mathura wel een juweel. Zie al de complimenten in de e-mail van Mathura. Nu Sharmila de NDP als politieke partij heeft gekozen, schittert dat juweel ineens niet meer. Mathura liegt niet, maar ze verzwijgt wel de waarheid.